Beste paarden van de Oja-gang stelden zich vanmiddag op een overvol duin dicht op achter de startauto voor het jaarlijkse hoogtepunt voor Nederlandse dravers, de Derby. Twee duidelijke favorieten in het veld, waarvan er één nu heel centraal in beeld is. Dat is Out of the Blue met Huip van de Heuvel. De andere was Otti Boko met Hugo Langeweg. En Hugo had het zeker voor een onzeker genomen, een heel voorzichtige start. Was eigenlijk achter het veld vertrokken. Maar zelfs de grote rijderskwaliteiten van Hugo Langeweg konden toch niet voorkomen dat er in de eerste bocht een galopade volgde, waardoor Otti Boko nog veel verder achterop raakte en in feite al kansloos was. Achter de leider zien we hier nummer 3, dat is Olivia Leblanc, en nummer 6 O Foppe, waarin kenners van het Friese land natuurlijk de voornaam van een trainer, van een voetbaltrainer herkennen, en dat is dan niet helemaal toevallig. De veld al vrij ver uiteengeslagen en we gaan dat aan de overzijde eens even bekijken, een halve ronde verder, waar we juist het moment oppikken dat Otti Boko weer aansluiting heeft gekregen links in het beeld met de rest van het veld. Ze ligt nu 10e, maar vergeleken met de positie van Out of the Blue, ja, dat is natuurlijk een beetje een moeilijke zaak geworden. Tweede plaats nog altijd nummer 6 O Foppe, daarachter Olivia Leblanc, in vierde positie Overrules Wish, dat zijn toch allemaal zeer behoorlijke paarden, maar de grote naam van het veld, ja, Out of the Blue, 8 starts, 7 keer gewonnen. Alleen 1 keer ging het fout door een galopade. Huip van de Heuvel, kijk eens rustig achterom. Nou, van Foppe heeft hij niks te vrezen, want die kan het tempo niet bijbenen. Maar aan de buitenkant komt Odds Against. En die is toch van een wat hoger niveau. Gereden door Wim Paal, overigens ook in training, net als Out of the Blue bij Tjitses Meding. Tjitses Meding heeft op dit moment 3 van de 4 koppaarden bij hem in training. Dus het lijkt voor hem een uitstekende dag te worden. We gaan de laatste bocht af met nog altijd Out of the Blue aan de kop. Maar dan gaat het helemaal mis in die kopgroep. Out of the Blue is het eerste slachtoffer. Die springt naar galop. Daarachter krijgen we ook een galopade van Olivia Leblanc. Helemaal links springt ook Overrules Wish zo meteen weg. En dan hebben we plotseling van die 4 alleen maar Odds Against over. Die helemaal vrij van het veld ligt. Nog een 300 meter moet hij dan afleggen. Maar het gat lijkt enorm groot met de outsider Offspring Neverly met Rob van Toor. Die heeft echter nog een hogere versnelling in huis. Die komt met iedere stap nader. En 100 meter voor de streep zien we het wonder zich voltrekken. Een outsider aan bijna 100-1 wint hier de Nederlandse Derby. Offspring Neverly op de tweede plaats. Otsegen, derde Oriente, Kortos, Stefan Schoonhoven na een wonderbaarlijke laatste ronde. Maar dit is de grote held, volkomen onverwacht. Rob van Toor wint de koers, de Derby O, met Offspring Neverly, met eigendom van mevrouw Lata.